Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Dank u wel. Ik vind dat de kozijnen er nog steeds goed eruit zien. Nou, ik zag heel veel rook uit het badkamerraam komen. Dat is niet mijn schuld. U zit huilend achter de tochtige kozijnen. En u zit zich te verbijten omdat er niet betaald wordt. Ik geef je twee opties. Of je gaat het oplossen. En doe je dat niet, dan schakel ik de rijdende rechter in. Maar goed, uiteindelijk bent u bij mij uitgekomen. Ja. Het vreet aan me. Het is een investering die me alleen maar ellende heeft opgeleverd. Dat je achter je rug om je werk niet goed deed, ja, dat is heel pijnlijk. Waarom heb je dat gedaan? Een kat in het nauw. Dat zet je carrière op het spel. Ik ben onderweg naar Soest. Daar is Angelique alweer zo'n jaar of 16 de trotse eigenaar van een mooie hoekwoning. En zoals dat gaat met een eigen huis, moet je dan af en toe een grote investering doen. En dus dacht zij een aantal jaren geleden, weet je wat? Ik ga al mijn houten kozijnen vervangen door kunststofkozijnen. Ook nog eens goed voor het milieu. Maar volgens Angelique heeft de klusjesman die de klus had moeten klaren, de plank volledig misgeslagen. Het is niet geïsoleerd, want overal komt kou en toch doorheen. Mijn kaarsjes waarin de vensterbank waaien vanzelf uit. Het is om te huilen. De klusjesman in kwestie, Terrence, is zich van geen kwaad bewust. Hij vindt zijn kozijnen een fraai staaltje vakwerk. En hij snapt dan ook niet waar Angelique zo moeilijk over doet. Voor mezelf leg ik de lat heel hoog. En zo hoog leg ik het ook bij de klant. Ik vind tenslotte, ik moet daar ook kunnen wonen. Inmiddels kunnen beide partijen absoluut niet meer samen door één deur. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser afreist naar Soest en een einde maakt aan dit kozijnvenijn. Februari 2015 heb ik Terrence gecontracteerd omdat ik kunststofkozijnen wilde hebben. En ik kreeg van hem een offerte van 21.000 euro en verwachtte daar gewoon hele goede kwaliteit kozijnen voor. En wat ik gekregen heb is één grote ellende. Tocht, kraken, piepen. Voor dat geld had het lekker warm moeten zijn in huis. Dit is mijn bedrijf. Dit is 20 jaar ervaring uitgesteld in één loods werkplaats. Mijn hart en mijn ziel ligt hierin en hier doe ik alles voor. Als ik Angelique niet meeneem, dan heb ik nog nooit eerder een klacht gehad. Het staat gewoon helemaal los. Er is in het tussenstuk een heel stuk uit mijn oude situatie gezaagd. En ik vraag me ook af of dat nog wel veilig is. Ja, het zit gewoon los. Je voelt de speling, voel je zitten. Dit zijn de kozijnen die ik geplaatst heb. Zoals je ziet, ziet het er allemaal nog heel mooi uit en vakkundig erin gemaakt. Dus ja, ik weet niet waar ze over praat. De afwerking ook, dit is... ik hoef niet eens te breken. Het zit er gewoon los tussen. Prutswerk, voor heel veel geld. Het is om te huilen, letterlijk en figuurlijk, ja. Waar zijn we dan? In het mooie Soest. Eens eventjes kijken. Nou, kan niet missen. Hier op de hoek, dat is het huis van Angelique. Toch wel een beetje haar grote trots, haar paleisje. Maar op dit moment is ze dus heel erg verdrietig. Want er speelt zich hier dus een heel groot kozijnendrama af. Nou goed, ik ga eens kijken hoe ernstig de situatie is. Nou, bijzondere plek voor de bel. Helemaal anno 2019 op de regenpijp. Ja. Kunststof. Vrij van onderhoud. Goedemorgen. Goedemorgen. Victor. Hi, ik ben Angelique. Leuk je te ontmoeten. Dankjewel. Ik kom kletsen over het kozijnendrama. Ja. Kom eens een stapje met me naar buiten. Want op het eerste oog ziet het er keurig netjes uit. Het ziet er ook heel netjes uit. Maar wat is dan het probleem? Het begint eigenlijk bij de voordeur. Laat eens zien. Is het openen en sluiten.
Vertel. Nou, ik hoef niks te vertellen, kijk maar. Maar niet waar. En nou zit hij dicht. Nou, is die, nou hoort hij eigenlijk maar gewoon dicht? Ik kan hier gewoon een hand tussen stoppen. Ja, ik moet hem echt gewoon dubbel afsluiten en dan voel ik me pas veilig. Want ik denk, als ik nou een beetje mijn best doe en ik ben een boze inbreker, dan is het volgens mij een kwestie van gewoon... Ja, nou, je bent er al bijna. Dan heb je hem zo open. Het is een koevoet ertussen en je hebt toegang. Ik moet tegen mijn dochter ook zeggen, zit de deur dicht? Heb je de deur goed dicht? Dat hoefde, voorheen hoefde dat nooit, want die deur klok, was hout. Dat was gewoon met een hendel, het viel dicht als een looie deur. De voorkant hebben we gehad, tenminste, zo goed als. Ja. Zullen we even naar de achterkant? Ja, dat is goed. Naar de rest. Jullie, kom. Oh, je hebt een lekkere tuin, Angelique. Ja, heerlijk, hè? Ja, ja. Daar is niks mis mee. Nou, het zonnetje nog. Ja. Vertel, wat is het grootste probleem aan deze kant? Ook de tocht. En de manier van plaatsen, overal kieren. Zie je dat ook, zeg maar, als je zo op de kozijnen kijkt? Als je erop kijkt, niet. Maar als je hem zou bewegen... Het is dubbel glas, maar het zit gewoon los. Ja, dat zit los. Mag ik? Ja. Jouw risico. Oh, maar Angelique, dit is niet normaal. Nee, dat is ook niet normaal. Dit. Dat is triestig. Och, schat. Tja. Zit ik je zo... Ik had dit gewoon nooit verwacht. Ik geef veel geld uit zodat ik geen troep krijg. En dan krijg ik alsnog dit voor 21.000 euro. Hoeveel? Bijna 21.000 euro. Ja, kijk, en dit is de afwerking aan de buitenkant. Het is ertussen gepropt met pijn en moeite zo te zien, want hier paste het al helemaal niet. En, oh, ik kan moeilijk een ander kozijnenbedrijf bellen, weer geld investeren, zeggen, dit is niet goed, zorg dat het beter wordt. Ik weet niet meer wat ik ermee aan moet. Het zit eigenlijk in principe al los. Zo is het teruggeplaatst, een beetje beur ertussen. Het is meer bouwval dan het mijn huis ooit geweest is, in ieder geval. Naar mijn weten, wat ik op internet gelezen heb, valt het er binnen nu in 5 jaar uit omdat Peur verweert en weet ik veel wat allemaal. Pff, ik schrik een beetje van die prijs ook. Ja, ik ben natuurlijk een leek en het zal het ongetwijfeld waard zijn als ze goed geplaatst zijn. En als je er plezier van hebt... Daar ging ik ook van uit. 21.000 euro. Je kan kozijnen tussen variërend vanaf 10.000 euro. Ik denk, nou, in deze prijsklasse moet het toch echt wel goed zijn. Ik had echt verwacht van, nou ja, ja een waardering op de vermeerdering van mijn huis, waarde, het genot van het wonen. Maar het is allemaal alleen maar erger geworden. Zullen we even naar binnen om een kopje koffie te drinken? Kom lekker een bakje koffie drinken. Ja. Nou, gezellig met z'n viertjes op de bank. 16 jaar geleden. Ben je hier komen wonen? Ja. Waarom moest het dit huis worden? Ja, leuke buurt. Is zwanger, dus je hebt een school naast de deur. De supermarkt zat er. Allemaal ja, perfect. Echt jullie gezinshuis. Want ja. Toen ben je hier dus komen wonen met ja. Je man. Ja, klopt. Maar jullie zijn niet meer samen? Of? Nee, mijn man is overleden. En dat was ook mijn reden van, ja, ik moet alleen verder. Het geld, wat je dan nog hebt, wil je goed investeren. Dus ik dacht, ik ga mijn huis energiezuinig maken. Altijd een goede investering. Wordt het meer waard van? Wordt het meer waard. Dus op een dag ging je aan de slag? Ja. En hoe ging dat? Nou, maandag de 27e juli zouden ze starten. De steiger werd 's morgens geplaatst en is aan het slopen gegaan. Wat voor indruk had je van hem toen hij aan het werk was? Gehaast. Het moest er allemaal, dan dit erin, boem, hup, het volgende erin, boem. En werkte die een beetje netjes? Nee, totaal niet. Het was één grote bende, er lag geen zeiltje, niks, geen afdekmateriaal gebruikt. Het was gewoon, we halen het oude eruit, we zetten het nieuwe erin en wat zich achter dat raam afspeelt is ja, totaal niet van belang. We moesten 's avonds gewoon onze slaapkamer in en slapen. De stukken beton lagen tussen mijn kussen, de houtsplinters. Ja, het was echt om te janken. Had je enig idee hoe lang de klus zou gaan duren? Nee, maar ik ging uit van ongeveer een week. Misschien uitloop naar 2 weken. En hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd? Het heeft uiteindelijk tot eind oktober geduurd voordat echt alles erin zat. Dus hij is er ruim 3 maanden mee bezig geweest? Ja, 3 maanden. Waarom heeft het zo lang geduurd?
Hij heeft de verkeerde kozijnen voor de keuken besteld. Ja, dan krijg je vertraging. En ja. Verder? Hij ging op de laatste dag van plaatsen... kreeg ik aan het eind van de dag te horen dat hij 2 weken vakantie nam. Nee! Helemaal tot mijn verbazing. Maar zonder dat jij dat wist? Dat wist ik niet. Dennis ging 2 weken met vakantie en heeft mij in de bouwval achtergelaten... met open kieren tussen mijn kozijnen, half weggezaagde deuren... en isolatie was er niet. Eén groot drama. Nou zag ik net buiten al dat je heel verdrietig bent over de hele zaak. Wat doet het met je? Alles wat ik had, was goed. Had ik het maar zo gelaten, weet je. Ja, je verwacht gewoon dat je gewoon voor de toekomst een huis hebt wat geïsoleerd is. En waar je je geld wat je erin gestoken hebt ook aan terugwaardeert. Maar ik heb er alleen maar ellende van en verdriet, zoals je ziet. Wat is je eis voor meester Visser? Mijn eis is dat de kozijnen eruit gehaald worden... en op een goede manier teruggeplaatst worden, dat ze wel veilig zitten en vast... en dat Terns de kosten daarvan op zich neemt. Het is mij duidelijk, ik kom jou straks weer halen als meester Visser onderweg is. Droog de tranen, ja. Even geen stress en dankjewel voor de koffie. Super, graag gedaan. Dag jongens. Dag. Ja. Nou, het is wel duidelijk dat de kozijnen bij Angelique heel zwaar op de maag liggen. Wat een verdriet en dat allemaal voor heel veel geld. En volgens Angelique is daar maar één man voor verantwoordelijk. En dat is Terns, de klusjesman. En als het goed is, heeft die hier zijn loods. Goedemiddag. Goedemiddag. Terns. Yes. Kijk, die moet ik hebben. Veel over gehoord. Victor. Hallo. Je weet waarvoor ik er ben, hè? Ja. Vanwege de, toch wel... ellendige situatie met Angelique. Tenminste, zij spreekt van heel veel ellende. Ja. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ik ben van mening dat ik het de kozijnen er goed in heb gezet. Jij staat volledig achter jouw klus. Ik sta volledig achter mijn klus, ja. Dit zijn de kozijnen die ik geplaatst heb voor Angelique. Ik heb mijn best op het hele spul om het zo goed mogelijk erin te zetten. En ik ben van mening dat dat ook heel erg goed gelukt is. Voor mezelf leg ik de lat heel hoog. En zo hoog leg ik het ook bij de klant. Ik vind tenslotte, ik moet daar ook kunnen wonen. Zo wil ik het eruit hebben zien. Wat is je specialiteit? Mijn specialiteit is timmeren. En welke klussen doe je het meest? Het is van woningen renoveren, badkamers maken, keukens plaatsen. Als je wat nodig hebt, je belt Terns en het komt goed. Ja, Angelique deed daar natuurlijk anders over. Ja, hoe zijn jullie ooit bij elkaar terechtgekomen? Via een goede kennis. En toen? Angelique kwam naar je toe, die zei... Terns, wil je een prijs maken voor het plaatsen van de kunststof kozijnen? En had je dat al eens eerder gedaan? Ja. Volgens mij heeft hij nog nooit eerder kunststof kozijnen erin gezet. Oké, het was een primeurtje voor Terns. Ik denk dat dit zijn primeur is geweest met kozijnen... en dat hij misschien heel goed is geweest met houten kozijnen... maar dat hij hiervan toch tegen dingen is gelopen... wat hij zelf ook niet verwacht had. Nee. Angelique zegt, volgens mij was dit zijn eerste klus met kunststof kozijnen. Nee, dat is niet waar. Dus jij wist wel waar je aan begon? Ja, als ik het zelf niet zou vertrouwen, zou ik er niet aan beginnen. Dan was je er niet aan begonnen? Nee, ik versta mijn vak heel goed. En ik doe gewoon het beste wat er mogelijk is. Ik ben net bij haar thuis geweest en zij heeft met mij een rondje gemaakt. Hè? Nou, we zijn begonnen bij de voordeur. Daar ben ik wel een klein beetje van geschrokken. Ze heeft me laten zien dat als die voordeur niet volledig in het slot gedraaid is... dat je dan eigenlijk gewoon aan de bovenkant van die deur... nou, dat je hem eigenlijk gewoon open kan duwen. Dat zou niet de bedoeling mogen zijn. Maar daar weet ik ook niks van. Daar weet je niks van? Nee. Want als zij dat zou zeggen, of zou ze het morgen nog zeggen... dan zou ik hem meteen de fabrikant op afsturen. Maar oprecht, ja. Jij zegt echt, Victor, dit is nieuw voor mij. Dit is echt nieuw, I'm flabbergasted. Nou, ik was helemaal verbaasd, want ik denk bij mezelf... hè, waarom bel je mij niet op of waarom stuur je mij niet een bericht? En het raam in de achterkant van het huis, daar heb ik best wel hard tegen aangeduwd... op verzoek van Angelique. Zij zegt, ik durf de ramen niet te lappen, want ik ben bang dat hij eruit valt. En ik heb wel geconstateerd dat hij wel redelijk los zit. Nou, daar weet ik niks van. Heb zij ook nooit aan mij verteld. En als dat zo is, dan wordt dat gewoon opgelost. Maar dit is toch ongelooflijk? Ja, is best gek. Maar als Angelique meteen dreigt met een advocaat... dan is het gesprek ten einde, ja. Ik had Angelique gevraagd om de laatste facturen te betalen. Dat was een bedrag van 15.000 euro uit mijn hoofd. Toen kreeg ik een appje van haar. Terns, ik betaal je 11.000 euro. De rest betaal ik niet tot je het komt oplossen.
Oh ja, je krijgt een brief van mijn advocaat en ik laat het onafhankelijk keuren, omdat ik niet tevreden ben. Waarom denk je dan dat zij toch niet tevreden is? Ik heb het idee dat ze nooit gauw tevreden is en dat ze het gewoon te duur vond. Want ik krijg van Angelique 4300 euro. Dat houdt ze achter de hand? Dat houdt zij achter de hand. Maar dat staat niet in verhouding wat er dan eventueel niet goed zou zijn. Ik heb altijd een intentie gehad om het op te lossen. Maar aangezien ze nog steeds een goede 4600 euro over moeten maken... dan vind ik dat eerst gestort moet worden. In 2016 hebben jullie niets van elkaar vernomen. En begin 2017, toen dacht ze, ik laat het er toch niet bij zitten. Toen is ze weer bij je teruggekomen. Ja, toen heb ze een paar filmpjes gestuurd naar mij. Ja. Maar het bijzondere van het hele verhaal is, het was meteen mijn 50ste verjaardag. Dus... Oké, het was een soort van verkapte felicitatie. Ja, hoe zou ik jouw dag kunnen verzieken? Maar denk je dat ze het expres heeft gedaan? Ja, want waarom laat je 15 maanden niks van je horen? Ja, weet je, dat denk ik, ja, dat doe je niet. En dat je kan zeggen, is dat bewust toeval of niet? Nou, ik geloof heilig erin dat het een bewuste actie is geweest. En wat kon ik zien in die filmpjes? Dan kan ik je zo laten zien. Van tochtende kozijnen. Tochtende kozijnen. Of in ieder geval dat iets, een kaarsje wappert. Ja, ik zie het vlammetje heen en weer gaan. Maar een vlam die heen en weer gaat, wil nog niks te zeggen hebben met tocht. Dat kan ook gewoon warmte zijn. Maar Angelique wilde hiermee eigenlijk bewijzen van, joh, kijk eens Terrence, het waait binnen. De filmpjes heb ik ook tegen haar gezegd. Ik zeg, het zegt mij niks. Staat er een rooster open? Staat er een deur open? Staat er iemand te wapperen met een dingetje? Ja, dan kan ik elke lontje zien waaien. Wat mij nog het meeste raakt is dat Angelique dreigt die filmpjes op social media. En jou zwart te maken, zeg maar. Ja, om mij zwart te maken. Soest is een klein dorp. Ja. Als je daar slecht bekend staat eenmaal. Ja, dan kan je wel stoppen. Ja, toch? Ja. Terrence zegt, op mijn 50ste verjaardag kreeg ik van Angelique allerlei filmpjes. En heb jij gedreigd om die filmpjes op social media te zetten? Ja, klopt. Ik heb tegen hem gezegd, als jij niet zorgt dat dit opgelost wordt, dan ga ik het op social media plaatsen met jouw naam erbij. Of ik schakel de rijdende rechter in. Ja. Maar het was bluf, want ik heb niet eens social media. En de rijdende rechter heb ik nooit het lef voor gehad. Nee, want je hebt ons ingeschakeld. Ja. Meester Frank Visser doet de uitspraak. Inderdaad, ja. Wat doet deze hele zaak met jou? Ik krijg hier buikpijn van en soms slapeloze nachten. Want ik wilde het gewoon opgelost hebben. Ja, begrijp ik. En ik had het al lang al opgelost willen gezien hebben. Voor mij is dit het meest erge wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben nog nooit ergens niet uitgekomen met een klant. Ik los het altijd op en dit is gewoon een heel naar gevoel. Angelique heeft als eis dat alles wordt verholpen, dat de kozijnen allemaal keurig worden hersteld door iemand anders op jouw kosten. Heb jij een tegeneis? Ja, als tegeneis heb ik dat Angelique de resterende bedrag moet betalen. Ja, die ruim 4000 euro. Die ruim daar 4000 euro. En dat ze alles niet op social media zet. Het is mij duidelijk. Ik kom jou straks weer halen als meester Visser en de deskundigen onderweg zijn. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Ja. En tot straks. Ik vind het persoonlijk best een hele lastige zaak vandaag. Want ik durf toch wel te zeggen dat we te maken hebben met twee behoorlijk koppige partijen. Die tot op de dag van vandaag heel slecht met elkaar gecommuniceerd hebben. En we hebben te maken met een heleboel verdriet. Maar Angelique zit de zaak heel erg hoog. Ze voelt zich belazerd. En al haar spaarcenten zitten in die kozijnen. Maar Terrence op zijn beurt zegt, ik heb mijn werk naar eer en geweten gedaan. Die kozijnen die zijn gewoon goed geïnstalleerd. Of dat zo is, ik weet het niet. Dat gaan we checken. Meester Visser is onderweg en die heeft onze vaste bouwdeskundige bij zich. Ik heb met beide partijen afgesproken voor op de stoep bij Angelique. Kijk, Terrence is er helemaal klaar voor. Ik haal even Angelique uit haar paleis. Nou, dan krijg je hem open. Kom je erbij? De klusserman staat te wachten. Ja. Ik zag Terrence daar staan en ik kreeg mijn hart in mijn keel. Gewoon de gevoelens die het al die tijd heeft opgewekt. Frustratie. Geef elkaar nog een hand. Hi Terrence, goedemiddag. Hallo. Hoe lang is het geleden dat jullie elkaar voor het laatst gezien hebben? Eind 2015. In de tussentijd is er een heleboel gebeurd. Laten we eens bij het begin beginnen. Wat vind jij van het werk van Terrence? Totaal niet wat ik voor die prijsklasse verwacht had. Angelique was naar mijn mening aan het overdrijven. Dat doen heel veel mensen, dus ik prik daar meestal wel doorheen. Dus ze blazen het op en het is altijd maar de helft of nog minder. Jij zegt, Angelique,
hij werkt slordig en ik vond het prutswerk. Ja. Jij zegt, dat is niet waar, maar voor Angelique is het nooit goed genoeg. Dat idee heb ik. Ja, dat zijn jouw woorden. Ja, dat zijn mijn voor woorden. Voor mij het gevoel dat ik juist heel coulant geweest ben. En totaal niet moeilijk, ook niet over dat je tussendoor ergens anders naartoe moest of zo. Wanneer ik bij jou aan het werk was, ik was bij jou aan het werk. Ik heb het mailverkeer daar nog van, weet je. Dus alles is gewoon bevestigd wat je daar zelf hebt neergeschreven. Dat, misschien was dat ook wel zo, maar dat maakt niet uit. Dan heb ik de andere afspraak verzet en dan ben ik alsnog gekomen. Dus dan is dat in ieder geval opgelost. Hij gaat stotteren, stamelen. Als hij iets uit wil leggen, komt hij in zijn eigen problemen vast te zitten met de uitleg. Dat komt voor mij ook niet vertrouwelijk over. Dan ben jij eigenlijk begin 2017 pas echt beginnen te klagen. Waarom pas zo laat? Ten eerste omdat ik heel erg ziek geworden ben van het hele gedoe. En mijn goede voornemen was, nu ga ik het tennis een berichtje sturen van, gaan we het nu nog oplossen of wat doen we eraan? En dat heb jij als heel bedreigend ervaren. Ja, ook wel mede op de dag wat je doet. Zijn verjaardag. Het is mijn 50ste verjaardag. Hoe moest ik dat weten, Terrence? Het kan toeval zijn, maar dat jij bent ervan overtuigd dat zij dat bewust op die dag gedaan heeft? Ja, dat is mijn gevoel. Zo zit zij in elkaar. Het is een bijzondere persoon die gewoon haar gelijk wil krijgen. Dat dreigen met social media. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Een kat in het nauw. Dat zet je carrière op het spel. Ja, maar dat zeggen ze als ik... Je bent de eerste in alle jaren dat ik werk die echt klaagt. Maar dan vraag ik me af, waarom treft dat mij dan nu? Dat gaan we uitzoeken, want meester Visser is gearriveerd. Hier ben ik. Mag ik u voorstellen aan Terrence. Hallo, Terrence. De man die bij Angelique in dit huis de kozijnen heeft gezet. En daar is ruzie over. Kan ik nog iets voor u doen? Ja, blijf een beetje in de buurt, want we moeten allerlei tests doen en dergelijke. En zo dan, ik loop met u mee. Ja, deze kant op. Komt u verder? Ja. Nou, het begint eigenlijk al bij de voordeur. Deze deur sluit al niet. Die moet ik echt met de sleutel omdraaien om hem dicht te krijgen. Maar Angelique, dit heb jij nooit aan mij vermeld. Dit zijn ook allemaal dingen die in naderhand zijn gaan spelen, weet je. Dit is niet vanaf dag 1. Dat had ik je gelijk teruggestuurd. Ik ben van mening dat Angelique dingen aan het zoeken is om gewoon dat laatste gedeelte van het factuurbedrag niet te betalen. En dit is een oplossing voor de leverancier. Nou, u heeft het gemaakt. Ik heb het geplaatst. Maar waarom maakt het dan zo'n herrie en is het zo onstabiel in? Kom even binnen dan. Ik moet helemaal boven buiten wachten. Denk aan de deur. Nou, meester Visser, op een gegeven moment was hij aan die deur aan het trekken. En dat ging me heen en weer. Ik denk, straks trekt hij de hele deur of de hele gevel eruit. Als je het dicht laat, alles beweegt. Ja, daarom ik ben ook voorzichtig, want kijk, de scheuren worden steeds groter. Welke scheuren? In de hoeken. Die scheuren zaten er 2 jaar geleden niet. Wanneer je de kitspuit pakt en een verfkwast, dan is er een scheurtje zo weg. De deskundige, meneer Borges. Meneer Visser. Goedemiddag. Ja, ik heb net even naar de voordeur staan kijken. Ja, die beweegt, hè? Zit deze deur wel vast? Nou, hij loopt aan, kijk. Oh, aan? En hij beweegt ook. Oh? Ja, aan deze kant durf ik de ramen niet meer te lappen. Waarom niet? Omdat het zo beweegt. Ja, ik ben bang dat hij eruit valt. Ja. Nee, dat kozijn gaat er echt niet uitvallen. Dat kan helemaal niet, want ik ben de professional en ik weet dat het er heel goed in zit. En de huisvrouw, ja, hoe moet zij dan weten of dat wel of niet gebeurt? Heeft u ook last van tocht? Ja, voornamelijk tussen deze strippen door. Tussen de strippen door? Ja, tussen de raamlatjes noemen ze die dingen, geloof ik. Angelique is waarschijnlijk een beetje paranoia geworden voor tocht. Want als je eenmaal iets vindt wat tocht, dan vind je steeds meer plekken waar jij van vindt dat het tocht. Of het echt allemaal tocht, dat kunnen we gaan testen. En dan moeten we gewoon heel veel druk hier in huis creëren en rook. U gaat overdruk maken? Ik ga overdruk creëren, ja. En dan moeten we zien of er rook naar buiten geblazen wordt. Het is nu zijn woord tegen mijn woord. Ik kan niet mijn kozijn eruit trekken om dingen te gaan laten zien of bewijzen. Maar meester Visser, die kan wel dingen regelen om het bewijs in beeld te krijgen. Nou, klaar voor de rooktest. Wat is het plan nu? We moeten allemaal naar buiten. Behalve Victor, die blijft nog even binnen. En dan gaan we de rookmachine aanzetten. En wat moet Victor dan nog binnen? Als er rook binnen is, nou, die moeten we een beetje gaan verspreiden. Dus hier beneden en boven. Ja. En dan gaan we de ventilator aanzetten. En dan gaan we kijken of het naar buiten komt. Kan ik gewoon ademhalen? Tot op zekere hoogte? Ja, ik zou wel op een gegeven moment helemaal naar de zolder gaan. Dan daar komt denk ik de minste rook. Oké, doe ik dat.
waren de laatste beelden van Victor in goede gezondheid. Die arme Victor was net een gerookte paling, inderdaad. Had ik echt medelijden met hem, want hij zat helemaal verstopt in de rook. Als je me nog kunt horen, je mag wel naar... je mag wel onderhand naar boven. Naar boven? Ja. Jantje, jongen. Pokkenspul. Oké, nu komt... Nu ook daar. Het komt echt rondom het raam naar buiten nu. Ja, ik zie het. Ik zie de rook uit de gevelpanelen komen. Bij de aansluiting bij de kozijnen. Maar de gevelpanelen heb ik zelf niet aangebracht. Dus ja, de vraag is, zijn deze wel goed gemonteerd? Oh, wat is dit, joh? Wat? Victor? Wat grappig. Victor? Dat je iemand dan toch door hele andere ogen gaat bekijken. Ik ga Victor even bellen, hoor. Hij staat in mijn favorieten. Heb ik toch per huis de spannende zolder van Angelique ontdekt. Hoi. Ah, je leeft nog. Ja, ik ben al gevlucht. Hij is al gevlucht. Ik zit op de spannende hobbyzolder van Angelique. Als u van hoge hakken houdt, meester Visser, dan heb ik nog een... Genoeg. Een parel 44 voor u. Victor, professioneel. We gaan nu de druk opvoeren. Oh. Ja, op stand 2. Ja, nu komt hij hier door die gaatjes ook. Oh ja, nu zie ik het ook. En dat is precies waar ik het kou voel aan de binnenkant. Angelique zegt, joh, de kozijn beneden. Toch, dat is een gek. Nou ja, dat hebben we kunnen zien. Daar komt nauwelijks rook uit. Zien we jullie wel boven het kozijn ook langskomen, hoor? Ja, ik zag de rook en ik had zoiets van... ik ben toch niet gek. Er is gewoon duidelijk iets te zien. Dan wordt een beetje bevestigd wat je al die tijd al aangevoeld hebt. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien... dat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar staan... en absoluut een totaal verschillende mening hebben over... waar is het nou toch misgegaan met die kozijnen. Maar goed, meester Visser heeft alles goed bekeken. We hebben alles getest, notabene nog met een rooktest met gevaar voor eigen leven. Ik ben heel erg benieuwd wat de resultaten daarvan zijn. Die gaan we nu horen, want het is tijd voor de hoorzitting... en die vindt hier plaats in deze brasserie. Ik hoop dat het gewoon zo meteen opgelost is. En dat ik niet over een jaar nog in tocht zit of me niet prettig voel in mijn huis. Voor mij heerst er nu een goed gevoel. Ik ben tevreden en ik wacht met een goed gevoel de uitspraak af. Welkom, we zijn hier in Soest. En aan de orde is de zaak van Angelique tegen Terrence. U bent de betere timmerman. Yep. Ja. Die kozijnen, ze zitten erin. Ze vallen er niet uit. U heeft vandaag naar het werk gekeken zoals het er nu uitziet. Wat vindt u er nu zelf van? Ik vind dat de kozijnen nog steeds goed eruit zien. Mm-hmm. En aan de hand van de rooktest heb ik één ding opgemerkt... waar ik zelf denk, dat is niet mijn schuld. En dat is dat de rook door de aangebrachte gevelpanelen... wat ik zelf niet heb gedaan, en daar wat rook uit kwam. Dus er is niks aan de hand? Nou, ik zag heel veel rook uit het badkamerraam onder andere komen... Ook onder de richels en zeker de richel bij de huiskamer... waar ik echt veel zit en ook het meeste last heb. Ja. Nou, we hebben dus de rookproef gehouden... en ik stel vast dat u die alle twee verschillend heeft beleefd. Ja. Ja. Laten we eens even helemaal terug gaan. U bent begonnen eind juli en op 5 oktober zat het er volgens u in. Maar hoe lang moet dat duren, nieuwe kozijnen plaatsen? Als het normaal gesproken goed gaat, dan zou je in 1,5 week klaar moeten dat zijn. Dat bedoel ik. Maar uiteindelijk zijn er een paar strubbelings tegengekomen. Om te beginnen duurde het even voordat die kozijnen er een keer waren. Nee, de kozijnen zijn door de fabrikant in 2 geleverd. Ja. En dit heb ik ook aan Angelique, hebben we dat ook besproken. Op het laatste moment kwam je daarmee. Als ik het op het laatste moment krijg, dan kan ik pas ook op het laatste moment aan jou doorgaan. Ja, u zegt het klopt niet, maar dan zijn we dat toch. U kon toch niet beginnen omdat het niet compleet was? Of kon u wel beginnen? Ja, ik kon wel beginnen. Maar waarom dan in 3 dagen alles erin stampen en dan vakantie nemen... en denken, we doen wat daar komt eruit werken? Nee, waarom zou ik alles in 3 maanden Want toen zat zij inmiddels in de troep en toen gingen we op vakantie. Die vakantie, dat was vrij zijn. Ja, natuurlijk. Maar niet in overleg met mij vooraf. Ja, ik heb in overleg met jou gehad. Maar luister, u zou die kozijnen plaatsen. Ja. Maar eind augustus zaten ze er nog niet in. Eind augustus zaten ze erin, op eentje na... Dus ze zaten er nog niet allemaal in? Nee, niet allemaal. Nee. Maar ik kan geen kozijn toveren uit een fabriek die het niet levert. Dat kan ik niet van tevoren weten. Okay. Weet Angelique waarschijnlijk ook niet van tevoren. Oktober 2015 zaten de kozijnen erin. En dan valt er een diepe stilte.
U zit huilend achter de tochtige kozijnen. En u zit zich te verbijten omdat er niet betaald wordt. En u bent nooit meer op het idee gekomen om daar langs te gaan... al was het maar om te zeggen, ik wil mijn geld. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat heb ook persoonlijke redenen. Ondertussen is mijn vader net na die periode ook komen te overlijden. Eerst in het ziekenhuis en dan overleden. Dus zat ik niet op dit te wachten. Maar u deed ook niks. Nee, ik had eigenlijk het bijltje er een beetje bij neergegooid. En dan wordt het kerstmis. En dan wordt het nog een keertje kerstmis. Maar dan komt het. Op 18 januari 2017, toen heeft u hem laten weten... dat u geen genoegen nam met het gemerkte werk. En toen zei u, voor de zomer oplossen... of ik gooi het op internet. Ja, ik heb van de winters daarvoor had ik de tochtfilmpjes verzameld... Ja. En naar hem toegestuurd en gezegd van, ik geef je twee opties. Of je gaat het oplossen. En doe je dat niet, dan schakel ik social media of de rijdende rechter in. Maar goed, uiteindelijk bent u bij mij uitgekomen. Ja, ja. Les best. Nou ja, u heeft ook op social media, want bent u heel boven. Nee, want ik heb geen eens social media. Dat is puur een dreigement geweest. Oh? Ik heb het niet eens. Er heeft nooit iets op internet gestaan. Ze hebben het niet gedaan, maar voor hetzelfde geld had ze het kunnen doen. Ja. Ja, hadden. Hebben, als het in één keer goed geplaatst was, dan hadden de kozijnen nu ook perfect geweest. Vraag me af waarom je dan een filmpje stuurt. En op het moment dat je stuurt, dan is het ook nog mijn 50ste verjaardag. Ja, maar dat kan ik niet ruiken. Maar goed, ze gaf zijn in geen elk kennis. Geval tot de zomer de tijd om het op te lossen. Maar u heeft niks van u laten horen. Ik heb gereageerd. Ik zeg, ik wil het best voor je oplossen, maar er staat nog een bedrag open. Dat moest eerst overgemaakt worden, voordat jij verder dingen af. We hadden ook een compromis kunnen sluiten. Ja, maar ik had mijn twijfels al zo over het plaatsen. Dat ik dacht van, hoe meer jij af gaat werken, is eigenlijk de boel verdoezelen. Ja, en in mijn geval is, dus te meer ik doe, krijg ik überhaupt nog wel mijn geld. Dus ik kan daar wel ik kan daar wel komen. Ik kan wat oplossen. Ja. Als het je weer niet zint, dan moet ik het weer veranderen. En dan kan ik het nog een keer doen. Ja, maar dan weet ik niet over een klein bedragje. Hè. Oorspronkelijk moest het kosten, inclusief btw, bijna 21.000 euro. 20.925 euro, ja. U heeft al 17.050 euro al betaald. Is al betaald, ja. Dat heeft niet te maken met een notoren wanbetaler die nooit een cent betaalt. Nee, maar we hebben een prijs aangegaan. Daar heb je akkoord voor gegeven. In principe heb ik je gewoon volledig vertrouwd en de vrijheid gegeven. Heel stom achteraf. Ja. Zoveel spijt van gehad. Hoe dan ook, we zijn vanmiddag wezen kijken met Ingier Borges. Ja, die kozijnen, zitten die er goed in? Meeste wel. Op twee na waarvan ik zeg, ja, daar moet wat aan gebeuren om ze steviger te krijgen. Okay. En dat gaan de voordeurkozijn en het samengestelde pui bij de woonkamer. Ja, want daar kon zelfs ik met mijn vrije lichaam in beweging krijgen. Ja. Maar kan dat niet worden gemaakt alsnog steviger? Dat heb ik vaker wel ergens meegemaakt. Dan zetten ze er een stalen kokerprofieltje achter, waardoor je in ieder geval de buiging die in dat kozijn zit eruit weet te halen. Ja. En nou hebben we natuurlijk nog de door u uitgevoerde rooktest, waar onze eigen Victor al hoestend en kuchend... Je ziet het maar nog ik leef nog. Ja, meneer zegt hier Terrence, ja, er kwam wel rook uit, maar dat kwam toch echt uit de goede gaten? Nou, toen we op standje 3 zetten, zag je het al naar buiten komen rondom de kozijnen. Ja, aan de zijkanten van de gevelpanelen, aansluiting op de kozijnen, daar kwam wat rook uit. Ik heb rook zien komen tussen de ramen door beneden. Nou, ik niet. De badkamerraam was heel duidelijk. Ja. En mijn tweede test, toen u weg was, toen ik het ventilatierooster even heb afgeplakt... Ja, toen zag ik het ook rondom het raam in de slaapkamer op meerdere plaatsen naar buiten komen. Ja, want meneer Terrence is ervan overtuigd dat hij het goed heeft afgedicht... maar dat het echt ergens anders vandaan komt. Nee, dit zit echt in de afdichting. Het kozijn sluit namelijk de buiten van de binnenruimte af. Puur een afwerking. Ja, meneer Terrence, u hoort het, wat onze deskundige zegt. Wat vindt u daarvan? Die stalen profiel aan de binnenzijde, daar kan ik me wat in vinden. Maar die kozijnen zijn mij ook zo aangeboden. Maar goed, ik hoor het u zeggen. Ja, dat wist ik ook allemaal niet. Nee, dat had ik niet kunnen weten. Dat had de fabrikant ook kunnen vertellen, dat het erachter moest. Maar ja, mevrouw heeft natuurlijk geen zaken gedaan met de fabrikant. Nee, maar, dat klopt. Maar met u. En zij had er geen verstand van. En nou zegt u eigenlijk ik ook niet. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Nee. Dat is iets wat ik nog niet wist. Oké, dat is dan anders geformuleerd, ja. Goed, ik weet voldoende. Ik kom straks terug en dan zeg ik u wat de uitslag is. Okay. Ja? Dank u wel. Ik heb geen verstand van kozijnen, dus ik verwacht van een bedrag van boven de 20.000 euro... dat er gewoon iets goeds geplaatst wordt.
versta mijn vak heel goed. En ik doe gewoon het beste wat er mogelijk is. Ik zie een heel gespannen kopje. Ja, best wel. Ja? Tuurlijk. Het is toch spannend? Ja, het is een hele happening. Ja. Maar het maakt wel dingen duidelijk straks. Het einde nadert. Het einde nadert. En heb je vertrouwen in het einde? Ik denk wel dat ik sterk sta. Niet in mijn complete eis misschien, maar wel dat het probleem opgelost wordt. En wat zou dat voor jou betekenen, stel dat dat gebeurt? Het zou een heel stuk rust betekenen. Stel nou hè, dat meester Visser zegt, ja, het is toch niet allemaal helemaal goed gegaan. Wat zou dat voor jou betekenen? Uiteindelijk zou dat hele klus, wat ik dan gecalculeerd heb, zou niks opleveren. Het zou zelfs nog geld kosten. Nog even een paar minuten geduld, jongen. Dan weet je waar je naartoe bent. Gelukkig. Dames en heren. Na een lange, heftige dag waarop we ons volledig hebben ondergedompeld in de boeiende wereld van de kunststofkozijnen, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is natuurlijk, heeft Terrence, zoals hij zelf zegt, de kozijnen inderdaad juist geplaatst? Of is het, zoals Angelique zegt, prutswerk? De man die het altijd glashelder ziet, is er weer klaar voor. Mag ik u allen vragen om te staan, voor zover het mogelijk is? Want hier is de enige echte meester Frank Visser. Dank u wel, gaat u zitten. Uitspraak in de zaak van Angelique tegen Terrence. Ondaan van alle niet ter zake doende details, moet ik de volgende vraag beantwoorden, de hamvraag. Heeft Terrence kozijnen geleverd en geplaatst die voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen? Met de deskundige beantwoord ik die vraag ontkennend. Om te beginnen voldoet het kozijn bij de voordeur niet aan de noodzakelijke stijfheid. En dat geldt ook voor het grote kozijn achter in de woonkamer. Eigenlijk zijn deze kozijnen onvoldoende stevig en robuust. Ze trillen en bewegen bij de minste druk. Verwijzen naar de fabrikant en het beroep op onwetendheid gaat Terrence niet helpen. Ook de manier waarop het werk is uitgevoerd met grote en onnodige onderbrekingen, waardoor Angelique maanden in de rommel zat, terwijl normaal gesproken een paar weken voldoende waren geweest voor zo'n klus, verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Dat de kozijnen niet allemaal op tijd werden geleverd en Terrence bovendien te kampen had met problemen in de privésfeer, biedt daarvoor juridisch gezien geen rechtvaardiging. De afwerking rondom de kozijnen tenslotte had ook een stuk professioneler gekund. Wijzen naar de opdrachtgever vind ik niet passen voor een vakman. Als u vindt dat het niet kan, dan moet u het niet doen. Alles tegen elkaar afwegend oordeel ik dat Angelique hier geen genoegen mee hoeft te nemen. Het is allemaal leuk en aardig dat het nog opgelapt kan worden, maar het neemt niet weg dat ik het voor zoveel geld gemaakte werk afkeur. Een algehele ontbinding van de overeenkomst, dus de kozijnen eruit en het geld terug, vind ik te ver gaan. Maar ik oordeel het wel redelijk dat Angelique de nog resterende 42,47 euro niet meer hoeft te betalen, waarna zij zelf mag uitmaken of, en zo ja hoe, zij dat geld besteedt aan de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren door een derde. Het over en weer meer of anders gevorderde zal ik afwijzen. Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Dank u wel. Angelique, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Volgens mij hoef ik niet te vragen hoe je je voelt. Nee, ik moet een beetje inhouden, maar ik ben al opgelucht. Begrijp ik. Hard gelach voor jou, Terrence. Ja. Toch wel een financiële strop. Ja. Wat vind je van de uitspraak? Ja, ik ben er niet tevreden over. Maar het is een uitspraak van meester Visser. Het is zoals het is. Ja. Eén ding is zeker, voor jullie allebei is de zaak nu afgesloten. Ja. Geven we elkaar nog een hand? Ja, natuurlijk. Ja. Laten we dat dan nu doen. Veel goede zaken verder. Ja, volgens mij ben je een prima kerel wat dat betreft. Dat wil ik alleen nog maar zeggen tegen de mensen die je willen inhuren. En was dit gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Laten we het daarop houden. Ik wens jullie alle goeds in de toekomst. Dank je wel. Dank je wel. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Ik vond het een interessante zaak. Wat me wel opvalt, we zijn er eigenlijk weer terug mee af. Net zover als vanochtend. Zij hoeft nog steeds niet te betalen en hij hoeft niet meer te werken. Dat klopt, maar nu is er recht gesproken en kan iedereen door met zijn leven. Ja, zit in het huis te kijken, bent u er helemaal klaar mee? En vooral, wilt u ook door met uw leven? Wacht dan niet langer, mail of bel ons, komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Ja, zo is dat. Bedankt weer voor het kijken, tot volgende week. Dag.
ik me trouwens nog even afvroeg, hè? Ja. Is bij u thuis ook alles plastic? Nee, joh. Bij mij is alles puur natuur. Het voelt een stuk lekkerder aan.